staan hier nu met Gesprek voor Dieren bij het hoofdkantoor van KLM. KLM werkt mee in de dierproefindustrie door dieren te vliegen voor dierproeven. En wij vragen dus aan KLM om hiermee te stoppen. Ja, ik ben een advocaat in Amsterdam. En helaas hebben dieren geen rechten. Dus ik kan niet procedures voeren om te zorgen dat dieren op goede wijze worden behandeld. Maar de dieren die KLM Air France vliegt, die eindigen op in laboratoria in Europa, in Amerika. En we willen zeg maar dat die dieren niet meer worden gebruikt in laboratoria. Dus het is afschuwelijk wat er gebeurt met die dieren in laboratoria. Ze worden gruwelijke experimenten op ze uitgevoerd. Zeg maar de hersenschedels worden opengesneden. Ze krijgen implantaten in hun hoofd. Het is gewoon, we willen gewoon dat dit stopt. Punt uit. I was just wondering how you feel about working for a company that transports laboratory animals. Wow.